Hey, Bart hier van maakietsmedia.nl en welkom bij deze Word-training. In deze video, voordat je ook maar iets gaat maken in Word, eerst goed opslaan. Hoe doe je dat? Check de hele training op maakietsmedia.nl/slash Word. Oké. Okay. Opslaan in Word, zo pak je dat aan. Dan moet je eerst Word natuurlijk openen. Je start, je typt gewoon Word en dan gaat hij alle apps en programma's zoeken. Daar staat hij, je drukt op Enter en je opent Word. En dit, dames en heren, is de grote volwassen Word, oftewel de desktopversie met alle knoppen, menus en mogelijkheden. En deze hele training gaat over de desktopversie van Word en niet de online versie. Want Word kan je ook gebruiken met je Office 365-abonnement in de browser, maar die heeft gewoon veel. Minder knoppen en mogelijkheden dan de volwassen grote Word. Allemaal leuk en aardig. Die browserversie kan je gewoon snel even iets in maken en zo. Maar daar gaan we het dus niet over hebben. Dus hop, weg ermee over de grote versie van Word. Oké, okay, wat je niet moet doen, is denken dat hier deze lijst en de documenten en bestanden die je ooit een keer gemaakt hebt. Dat die hier blijven bestaan. Nee, dit zijn allemaal recente ja, projecten van die je ooit een keertje hebt gedaan. Maar je moet niet denken dat ze daar blijven bestaan. En dat het daarin wordt opgeslagen. Soms zegt als een leerling: hé, hey, ik heb het opgeslagen in Word en nu is het weg. Dat is gewoon. Dom, niet doen. In Word maak je dingen, maar je moet het ook goed opslaan, want het blijft niet altijd bestaan. In Word. Word is niet een opslagprogramma, het is een maakprogramma. Dus stel je voor, ik heb een leeg document en ik ga hier een opdracht in maken. Bam. Nou, uh, voordat je verder gaat, zorg eerst dat je het goed opslaat, op de goede plek en met een goede naam. Hoe doe je dat? Hierboven heb je uh, bestand en als je daarop klikt, dan ga je even naar het uh, beginscherm weer. En hier zeg maar, heb je opslaan en opslaan als. Of misschien staat ook kopie opslaan als. Ook allemaal prima. Je klikt gewoon op opslaan als. En dan krijg je dit scherm. En dan moet je dus ten eerste kiezen waar je hem gaat opslaan. En ook welke naam je die gaat geven. Nou, uh, bij ons op Talents dat beroepscollege werken we met een OneDrive. En die vind ik hier. Hier vind ik al mijn mappen van OneDrive. Dus ik kan hier bijvoorbeeld op Talentstad klikken. En dan heb ik hier een map eh, ICT. Maar het kan ook een map zijn Nederlands, Engels, Wiskunde of dat soort dingen. Zorg ervoor dat je de goede plek te pakken hebt. In mijn geval dus OneDrive. En dan een map Talentstad. Misschien bij jou al een map klas 1, 2, 3 of 4 of zo. En dan een map van het vak. In dit geval ICT. In ieder geval zorg je dat hier de goede locatie, dat je die te pakken hebt. Dan een goede naam. Want heel vaak is het zo dat... Eh, Leerlingen dan typen bijvoorbeeld of dat uh, opdracht of document 1 of zo. En dan heb je als je heel veel opdrachten hebt gedaan, een enorme lijst. En alles heet opdracht 1, 2 of 3. Je hebt geen idee meer waar wat bij hoort. Dus geef het ook een goede naam. Dus hier goede naam. Ja. En het andere wat je ook even heel uh, goed moet fixen, wat ik ook vaak fout zie gaan, is hier dat hier staat uh, het bestandsformaat dat dat niet doc X is, hier staat Word document, sterretje docx. En soms kan het voorkomen dat leerlingen het dan opslaan in een ODT-bestand. Dat is een open document tekstformaat. Het, het kan goed gaan, maar vaak is de hele opmaak totaal in de war, omdat je het opslaat als een ODT. En dan krijg je allerlei uh, stomme dingen. Dus staat hier ODT? Verander dat dan direct in docx. Oké, okay, dus wat hebben we nu gedaan? We hebben op opslaan als geklikt. Op OneDrive. We hebben de goede map gevonden, een goede naam gegeven en gecheckt of die als DocX wordt opgeslagen. En dan druk je gewoon op opslaan. Voilà! En wat je dan ook eh, ziet wat er gebeurt. Is dat hier staat dan het vinkje aan van automatisch opslaan. Met andere woorden, alles wat ik er nu in doe. gaat hij per seconde gewoon bam. direct automatisch opslaan. En dan kun je gewoon op kruisje drukken. En Word afsluiten. En dan staat hij gewoon helemaal veilig. Nou, waar veilig dan? Hieronder heb je zo'n uh, geel mapje. Dat is het uh, icoontje van verkennen. En verkennen in Windows. is zeg maar de plek waar al jouw bestanden worden opgeslagen. Nou, dat kan zeg maar lokaal gewoon op jouw laptop. En, ja, en als die laptop dan in de fik gaat of in het water valt, dan ben je al die bestanden kwijt. Maar werk jij of je school met een cloud of van Google of van Microsoft? Nou, lens dat beroepscolleges zullen werken met Microsoft en dan heb je hier een OneDrive. En in die OneDrive kun je allemaal mappen maken. En in die mappen kun je nog meer mappen maken. En in dit geval heb ik net dus dat werkbestand dat we net hebben opgeslagen, opdracht 1 met een goede naam staat dus hier. En achter het vinkje betekent dat dit document eh, is gesynchroniseerd met die cloud ergens en veilig staat. Die kun je dus altijd weer openen, bewerken en weer afsluiten. En als je klaar bent, dus inleveren. En op deze manier sta jij jouw bestanden uit Word goed op.